Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een soort van vervolgvideo op een video die ik al heel lang geleden heb gemaakt. Het is denk ik meer dan een jaar geleden dat ik een video maakte met tips om geld te verdienen als tiener. Naast natuurlijk gewoon een baan zoeken. En deze video is toen echt heel goed ontvangen, wat ik echt super leuk vind. Nou is het zo dat ik over 2 weken een weekendje naar Disneyland Parijs ga. En iedereen die wel eens in Disneyland is geweest, weet dat het daar best wel duur is. Ik heb daar de afgelopen maand vooral heel veel voor gespaard. En daarvoor heb ik een aantal extra dingetjes gedaan om net wat extra geld te verdienen om mee te nemen daar naartoe. Vandaag ga ik al die dingen met jullie delen, zodat jullie ook op een aantal verschillende manieren wat extra geld kunnen verdienen. En dit kan je natuurlijk ook doen als je niet van plan bent om een weekendje weg te gaan, maar als je ergens aan het sparen bent of als je gewoon wat extra zakgeld wilt hebben. Want het zijn allemaal manieren die redelijk makkelijk zijn en leuk en toch net wat extra geld op je bankrekening brengen. Dus als je benieuwd bent, blijf wel zeker even kijken. Het eerste wat ik heb gedaan is een beetje vanzelfsprekend en dat is natuurlijk werken. Ik heb 2 verschillende soorten werk gedaan. Allereerst heb ik af en toe bij de Jumbo gewerkt. Ik heb een contract bij de Jumbo, maar ik werk eigenlijk bijna nooit meer. Wegens persoonlijke redenen kan ik gewoon niet zoveel werken en ik word ook gewoon niet zoveel ingeroosterd. Dus het is voornamelijk invallen wat ik doe. En ik heb een aantal dagen ingevallen de afgelopen maand. Dus daar krijg ik sowieso mijn salaris van, vlak voor ik naar Disney ga. En ik heb animatiewerk gedaan. Animatiewerk heb ik gedaan via de animatiecompagnie. Ik heb met Pasen heb ik het weekend op een camping gestaan. En daar dus de hele dag activiteit gedaan met de kinderen. Het knutselen, dansen, meeleeftheater, avondactiviteiten. En daar krijg ik dus ook binnenkort mijn salaris van. En dat heb ik echt als superleuk ervaren. Is dat daar gewoon op een camping. Dus je had eigenlijk niet echt het gevoel dat je aan het werk was. Je had natuurlijk wel dingen die je moest doen. Maar het was niet. Ja, het was wel zwaar werk. Ik ga niet zeggen dat het geen zwaar werk was. Maar het was heel leuk werk om te doen. En als je werk leuk is, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit als het zwaar werk is. Dus ik ben echt heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik ga het ook nog vaker doen. Ik ga sowieso in de zomervakantie en met hemelvaart. Maar dat is helaas niet meer voor mijn weekend. Dus dat geld gaat gewoon naar iets anders toe. Maar het geld wat ik met paasweekend heb verdiend gaat ook zeker mee naar Disneyland. En het is echt super leuk om te doen. Als je ook animatiewerk wilt gaan doen, als dat je heel erg leuk lijkt, dan kan je sowieso nog via de animatiecompagnie inschrijven. Je kan nog je trainingsweekend volgen, zodat je gewoon nog deze zomer lekker aan de slag bent op een camping. En er zijn nog zat andere bedrijven waar je bij kan inschrijven. Animatiecompagnie is zeker niet de enige. Dus als je dat leuk lijkt, ga zeker even een beetje googlen. Want ik kan het echt heel erg aanraden. Want het is echt heel erg leuk om te doen. Nou, je kan dus natuurlijk gewoon een baantje zoeken, maar er zijn ook andere manieren om geld te verdienen. En bij een baan heb je toch meestal dat je eerst een maand moet werken, je hebt vaste salarisdagen en soms komt dat net niet lekker uit. Dus ik heb ook nog een aantal andere dingen gedaan om nog wat extra geld te verdienen. En het eerste daarvan is dat ik ging oppassen. Ik heb ten eerste opgepast op een kat. Er is een gezin hier bij mij in de buurt en die hebben al een hele oude kat. Je hebt medicijnen nodig en zij gingen een weekje weg. Dus ik heb toen die week op hun kat gepast. Daarvoor kreeg ik 10 euro per dag. Dus dat is ook nog eens lekker verdienen. Ik ging daar dan een kwartiertje heen. Ik gaf hem eten. Ik knuffelde een beetje met hem en dat was het. Dus dat is ook echt een aanrader om gewoon op mensen hun huisdieren te gaan passen als ze een tijdje weggaan. Want ja, mensen houden gewoon van een huisdier en willen dat er goed voor ze gezorgd wordt. En jij kan dat dus doen. Ik heb ook nog een ander oppasadresje gevonden. Gewoon op een kind, niet op een huisdier. Maar daar heb ik helaas nog niks van gehoord verder van wanneer ze me nodig hebben. Misschien dat er dus nog ergens deze 2 weken dat ze me nog nodig hebben. En dan krijg ik daar dus ook weer inkomsten van. Maar dat weet ik dus niet of dat helemaal gaat werken nog voor die tijd. Maar je kan dus ook zeker gewoon oppasadresje zoeken. Dat is best makkelijk om een oppasadres te vinden. En vaak hoef je ook helemaal niet zo heel veel te doen op zo'n avond. Dus dat is ook echt een makkelijke manier om extra geld te verdienen. Nog iets wat ik heb gedaan is, ik heb mijn hele kamer uitgezocht. En ik heb heel veel spullen verzameld die weg kunnen. Ik heb sowieso echt al 4 boodschappentassen vol met spullen die weg kunnen. Dat heb ik allemaal apart gezet. En ik ga samen met mijn vriend met Koningsdag
gaan we 's ochtends op de rommelmarkt zitten en gewoon spullen verkopen. Nou, je kan je wel bedenken dat dat ook een hele leuke manier is om geld te verdienen. Je kan er gewoon een hele leuke dag van maken. En ondertussen verkoop jij je spullen die je niet meer nodig hebt, maak je er iemand anders blij mee en krijg jij er weer geld voor. Iedereen heeft al spullen in huis die je gewoon niet meer gebruikt, die weg kunnen en waar je iemand anders zo makkelijk blij mee kan maken. En een pluspunt hieraan is natuurlijk dat je een lekker opgeruimd huis krijgt, een lekker opgeruimde kamer. Je hebt heel veel spullen weggedaan en je krijgt er dus ook nog eens geld voor. Dus dat is echt een win-win situatie. En als jij ook heel veel spullen hebt die weg kunnen, maar zelf geen zin hebt om op de rommelmarkt te gaan zitten, kan je natuurlijk ook een foto maken van al je spullen en het op Marktplaats of op een Facebook verkooppagina aanbieden als gewoon een partij rommelmarktspullen. Ze hadden dan niet de hoofdprijs voor krijgen, want mensen weten natuurlijk niet hoeveel van die spullen zij weer kunnen verkopen. Dus gaan er niet al te veel voor betalen, maar het is wel een snelle manier om in één keer van al je spullen af te komen. Dus dat is ook iets wat je kan doen. Nou, heel leuk en aardig, maar het makkelijkste is natuurlijk om gewoon geld te verdienen vanuit je eigen huis. En dan natuurlijk het liefst in je bed, want hè, daar zit je het lekkerste. Netflix aan, helemaal top. Nou, ik heb 2 websites die ik de laatste tijd gebruikt heb, waarmee je dus online geld kan verdienen. De eerste daarvan is Euroclix. En bij Euroclix meld je aan en dan krijg je online enquêtes die je kunt invullen. En daar krijg je dan kliks voor. En die kliks kan je uiteindelijk inwisselen voor geld. Ja, heel leuk. Het kost niet zo heel veel moeite. De enquêtes duren meestal niet heel lang. Het gaat dan ook niet zo heel erg snel met sparen. Maar als je meerdere enquêtes op een dag doet, bouw je het toch wel lekker op. En wat leuk is bij Euroclix is dat je ook online aankopen via de website kunt doen. Bij gewoon allemaal verschillende webshops. En dan krijg je een deel daarvan in je Clix account. En ik bestel bijvoorbeeld heel veel bij AliExpress. En AliExpress is dus aangesloten bij Euroclix. Dus als ik bestel op AliExpress, dan krijg ik 1,8% van mijn bestelling krijg ik als Clix in mijn Euroclix account. Dus zo verdien je eigenlijk geld bij je aankoop. Dus dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. En ja, hoe meer kliks je spaart, hoe meer je kliks eigenlijk waard worden. Dus het loont wel heel erg om het later uit te betalen. Maar je kan het vanaf 10 euro al uit laten betalen. Als dit nou leuk lijkt, zal ik even een link in de beschrijving zetten waar je een kijk kunt nemen op de website. En dan kun je ook aanmelden en dan kan jij ook gewoon vanuit je bed heel makkelijk geld verdienen. De tweede website is een website waar ik echt super enthousiast over ben. Ik gebruik pas een weekje, maar ja, ik vind het een hele leuke website. En het gaat ook best wel snel met het sparen en dat is Yours. Yours is een website waar je blogs kunt schrijven, maar je kunt ook quotes delen en foto's delen. En voor het schrijven van die blogs en het delen van die foto's en quotes krijg je Yours punten. En die Yours punten die kan je dan uiteindelijk ook weer inwisselen voor geld. Maar dat is niet het enige. Je krijgt dus punten als je een blog schrijft of een foto deelt. Maar je krijgt ook punten voor het plaatsen van reacties. En voor het krijgen van reacties. En je krijgt punten voor het aantal page views dat je krijgt. Dus als mensen jouw artikel lezen, dan krijg jij daar geld voor. Of nou ja, Yours punten. En die punten kan je weer inwisselen voor geld. Het is een heel snel groeiende website. Het zit heel veel mensen op. En ja, ook heel veel mensen met allerlei verschillende interesses. Dus er zijn altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn in wat jij schrijft. En het is heel makkelijk om gewoon een blog te schrijven of foto te delen. Kost helemaal niet veel moeite. En ja, als je bijvoorbeeld zoals ik van bloggen houdt. Ik heb ook een eigen blog. En als je daar gewoon van houdt en dat leuk vindt, dan is dit een hele leuke manier om daar ook wat geld mee te verdienen. Dus Yours kan ik ook echt heel erg aanraden. Het is gewoon een duidelijke website. Iedereen kan het gebruiken. Het is helemaal niet moeilijk. Ik zal ook weer even een linkje in de beschrijving zetten dat je kan aanmelden. Want het is echt een hele leuke site. Een hele leuke community. Je krijgt altijd heel veel reacties, tips, feedbacks. En jij krijgt echt het gevoel dat wat jij schrijft ook gelezen wordt. En je krijgt eigenlijk de waardering die je verdient voor wat je schrijft.
En ja, ik kan het echt heel erg aanraden om even een kijkje te gaan nemen. Zoals ik al zei, ik gebruik nu een weekje en ik ben echt verslaafd, om maar even zo te zeggen. Ik zit er echt nou, bijna de hele dag op en het is echt heel erg leuk om te doen. En wat ik heel leuk vind bij Yours is, ik was bijvoorbeeld laat, dus met Pasen, een weekend weg. En ik had mijn laptop niet bij me, dus ik kon ook niet op de website. Maar toen ik terugkwam, had ik toch iets van 400 Yours punten verdiend in de tijd dat ik weg was. Omdat mensen dus mijn artikelen lazen, reacties plaatsen, dat soort dingen. Dus ik heb zelf helemaal niks gedaan en toch kreeg ik extra Yours punten op mijn account. Dat is echt heel erg leuk. Als je een dagje geen tijd hebt of een weekendje geen tijd hebt, blijft er toch Yours punten in je account komen. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Dus je hoeft echt niet de hele dag 24/7 op internet te zitten. Dus ja, dat is echt een hele erg aanrader. De linkje staat in de beschrijving. Nou, dat waren de dingen die ik de afgelopen periode extra heb gedaan om wat extra geld te verdienen voor dus mijn reisje naar Disneyland. Waar ik echt onwijs veel zin in heb. Als jij nog leuke tips hebt om wat extra geld te verdienen, laat ze dan hieronder in de reacties zeker even achter. Zodat anderen er misschien nog wat aan hebben. Dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!